Welkom. Mijn naam is Matthijs Bakker en ik werk als advocaat op de sectie cassatie van Pelsrijke. Vandaag bespreek ik een arrest over een termijnoverschrijding bij het indienen van een beroepschrift via Veilig Mede. Wat was er aan de hand? Een man wilde hoger beroep instellen tegen een beschikking van de rechtbank in een familierechtelijk geschil. De beroepstermijn verstreek op 18 oktober 2022. Zijn advocaat stuurde op 17 oktober via veilig mailen een bericht aan het Hof met de mededeling dat de man hoger beroep wilde indienen. Het bericht bevatte ook twee bijlagen, een V-formulier en het beroepschrift. De advocaat gaf in het bericht verder aan de stukken nog per post na te zenden. Ook stond hij het beroepschrift diezelfde dag per mail aan de advocaat van de wederpartij. Bij het openen van de bijlagen door het Hof bleek echter dat het bestand met het beroepschrift beschadigd was en niet geopend kon worden. De advocaat van de wederpartij liep hier ook tegenaan en liet dit daarom op 18 oktober aan de advocaat van de man weten. De post met het fysieke beroepschrift kwam pas op 1 november 2022 aan bij het Hof. Het Hof oordeelde vervolgens dat sprake was van een overschrijding van de beroepstermijn. Omdat het Hof het bestand met het beroepschrift niet kon openen, kon het niet vaststellen dat de man op 17 oktober 2022 daadwerkelijk een beroepschrift had ingediend. Het fysieke beroepschrift kwam vervolgens pas na het verstrijken van de beroepstermijn binnen. De termijnoverschrijding was volgens het Hof ook niet verschoonbaar, omdat het zeer onwaarschijnlijk was dat het bestand pas na verzending beschadigd was geraakt. Het Hof verklaarde de man daarom niet ontvankelijk in zijn hoger beroep. In Cassatie betoogde de man dat wel sprake was van een verschoonbare termijnoverschrijding. Het Hof zou namelijk ten onrechte het beroep op artikel 8 van het besluit Elektronisch Procederen en artikel 4.3.8 van het toepasselijk procesreglement hebben verworpen. Uit die bepalingen volgt kort gezegd dat een termijnoverschrijding verschoonbaar kan zijn als er sprake is van een verstoring van de toegang tot veilig op de laatste dag van de beroepstermijn en dat die verstoring niet aan de indiener kan worden toegerekend. Daarnaast zou volgens de man sprake zijn geweest van een apparaatsfout omdat het Hof, de advocaat van de man, na ontvangst van zijn bericht er ten onrechte niet op had gewezen dat het bestand niet kon worden geopend. De klachten kunnen niet slagen. De Hoge Raad verwerpt allereerst het beroep van de man op artikel 8 van het besluit elektronisch procederen en artikel 4.3.8 van het procesreglement. Een verstoring van de toegang tot veilig mailen op de laatste dag van de beroepstermijn is namelijk niet gebleken. Het Hof heeft immers vastgesteld. Dat het bericht van 17 oktober 2022 met bijlagen op diezelfde dag is binnengekomen bij het hof. Het systeem werkte in zoverre dus naar behoren. Ook het beroep op een apparaatsfout wordt verworpen. Van een in de rechtspraak aanvaarde apparaatsfout is volgens de Raad namelijk geen sprake, als een medewerker van de Griffie de indiener er niet op wijst dat een bestand niet te open is. Die omstandigheid komt voor rekening van de indiener. De griffie is er niet om de juistheid van de ingediende stukken te controleren. Zo lijkt de gedachte. De Hoge Raad verwerpt daarom het cassatieberoep van de man.